vissen. Een prachtige locatie uitgekozen voor het laatste interviewtje. Ja. We komen elkaar volkomen toevallig tegen hier op het vliegtuig van McCarran Airport, geloof ik, van de sprekers. Ja. Allebei weg naar hetzelfde. Ja, naar Londen, dan naar Amsterdam. Ja, prima. Ja, gisteren uit Main Event gevlogen op de 44e plek. Ja, gewoon heel tevreden over eigenlijk. Ik zat eigenlijk gewoon niet meer in. Ik heb twee money jumps nog meegepakt gisteren. En toen geloof ik op 12 uur ben je met King Queen Suited. En ik kreeg allemaal rappen vols totdat iemand A's het toch niet kon wegleggen. Het is altijd jammer in live. Dus Koa mensen... Koa Wing. Zo'n deepstack live, daar kunnen mensen gewoon A's niet holden. Nee, dat is gewoon jammer. Ik had nog een soort van spet dat ik top pair had en op de turn lag er 4 plus, waar we allebei geen van hadden. Maar ja, dat Jan niet kan winnen is natuurlijk ook vrij logisch. Nee, maar je had eigenlijk heel solide had je het gewoon weer gedaan. In die zin dat je stack was eigenlijk, je leek heel short en iedereen noemde je ook short. Maar je stack was gewoon onder geen enkel moment onder de 10 buck blind. Dus kortom, je wist van ik blijf gewoon een beetje pikken, mijn stack op peil houden. En als ik een keer verdubbel, dan ben ik ineens terug in de toernooi. Inderdaad, ik probeer het wel een beetje mijn stack op peil te houden natuurlijk. Af en toe paar keer gewoon gemin race met ja, handen neer waarmee ik niet per se all-in zou moeten, om het zo maar te zeggen, zou willen. Dus, op een gegeven moment nog een handje waar koning 9 min race op de big blind van een wat zwakkere speler. Man met Belize, die defend daar. Ik vlog top en ik besluit terug te checken. En ik call zijn turnbed. De rip gaat check en hij heeft daar 7 hoog. Dat is gewoon heel relaxed natuurlijk. Je hebt gewoon terug 0% equity op de turn. En bed daarom verpot. Dus dat was ook weer iets meer fiches. Ik heb eigenlijk gewoon geen hele grote potten gespeeld, maar ik bleef lekker rustig in leven. En ja, het zijn toch bubbels. Op een gegeven moment van de laatste bubbel die ik meepak was 36.000 bubbel, hè? Ja. Ja, dat is gewoon een megabubbel. Nee, dan moet je gewoon echt nog een casino-toernooi voor winnen. Dus dan, ja, als je dan even 3 handen extra moet folden, gewoon, dan ga je natuurlijk niet opeens boeren voor folden ofzo, maar... Ja, ik wil best gewoon even een minuutje zogenaamd in de tank gaan, onder de Gumpus 2, zodat ik daarna mijn blinds lichter kan verdedigen als we net voorbij de bubbel zijn. Ja, natuurlijk. Je strategie was natuurlijk vrij simpel. Je stack was niet zo heel groot, dus het was gewoon kijken of je een paar payjumpjes hebt. Per payjump kijken of je er overheen kan komen. Natuurlijk binnen een bepaalde mate van als het erin moet, dan moet het erin. Maar daar wel rekening mee houden. En dan op het moment dat je inderdaad een keertje ergens een kans krijgt en je verdubbelt bijvoorbeeld, dan ga je echt kijken of je nog het toernooi misschien nog kan winnen. Ja, inderdaad. Natuurlijk wil je toernooi hartstikke graag winnen, maar het zogenaamde spelen om te winnen, dat is een concept wat eigenlijk vaak helemaal niet goed is. Je wil gewoon eigenlijk je dollar EV maximaliseren, dus ja, op de lange termijn het geld dat je verdient in dat toernooi maximaliseren. En dan gaat het niet om dat je 1 keer misschien verder kan komen en dan de rest van de keer er snel uitvliegt. Je moet gewoon zien als of hoe moet ik het zo spelen dat ik op lange termijn het meeste geld aan het toernooi overhoud. En dat is natuurlijk door heel goed op te letten wanneer hoe die bubbels precies zijn en hoe dat jouw shopping eens moet beïnvloeden. Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt op alle fora. Er was eigenlijk het verhaal natuurlijk iedereen je gunde, dat 1. Maar vooral het verhaal van, kijk, Rumini ziet er nu waarschijnlijk wel een lange neus te maken naar Stars. Nou lijkt hij niet de type om een lange neus te maken. Maar ik neem aan dat je toch wel fijn gevoel hebt van dat Stars je contract niet verlengd hebt. En dat je vervolgens vol in de aandacht bent een hele dag op tv. En dat je naam wel wereldwijd helemaal neerzet. Niet per se wereldwijd neerzet, maar het is wel gewoon natuurlijk heel mooi om zo ver te komen in het grootste toernooi van, of in ieder geval het belangrijkste toernooi van het jaar. En dat heeft niet iets te maken met of ik een Star Sickle op heb of niet. Maar ik heb zelf ook gezegd, nadat mijn deal was afgelopen, dat ik gewoon een beetje baalde dat ik niet de live resultaten heb geboekt met de Star Sickle die ik zelf denk dat ik zou kunnen behalen. En in dit geval ben ik dus wel heel ver gekomen in het toernooi. En het is toch fijn om gewoon ook voor mezelf en voor andere mensen te bewijzen dat ik toch ook in live toernooi prima uit de voeten kan. Volgens mij, als ik hem uit mijn hoofd goed herinner, heb je met live toernooi wel ergens op tweede plaats staan voor iets van 170.000 of zo. Voor 172.000 euro. Ja, toch? Maar ja, je weet zelf ook, als je na een tijdje live toernooi speelt, dan heb je dat al snel uitgegeven aan andere buy-ins. Dus het is toch wel gewoon, het is gewoon fijn om resultaten neer te zetten. Ik heb een 11e plek in een WPT, ik heb een 14e plek in een EPT, ik heb een 18e plek in een WPT. Ja, dat is allemaal gewoon net niet. En dan, dat zijn allemaal
toernooiresultaat, als je even één flipje wel of niet wint, dat scheelt dan gewoon of je een live toernooi pro bent of dat je een online donateur bent in een live toernooi. Ja, het zijn allemaal van die dingen die gewoon, het zijn zulke kleine verschillen, maar het staat gewoon net even jammer. Dan krijg je 2,5 keer je buy-in in plaats van 100 keer je buy-in ofzo. Ja. Het moet net even meezitten. Natuurlijk is het gewoon lekker om resultaat te boeken. Dat is gewoon heel lekker, ja. We hebben deze twee weken hebben een paar mensen bij onze tafel gehad die allemaal hun sponsordeal verloren waren. Heb ik eigenlijk allemaal een beetje zelf een vraag gesteld van, ja, hoe heb je dat beleefd? En verwijt je nog de sponsor iets? Of heb je gewoon genoten van een goede tijd, zeg maar? Hoe is dat bij jou? Want je bent internationaal, ben je gewoon best een grote speler. Je bent jong en talentrijk. Vind je dit dus niet te vroeg hebben laten vallen? Nee, ik kan vanuit... Zijn hij kritisch? Ja. Ja, maar ik kan heel erg vanuit het perspectief van boxers begrijpen dat zij, als ze moeten bezuinigen, mij eruit gooien. Dat is ook gewoon logisch. Ik zit niet in de Big M, ik heb geen IPT gewonnen. Ik ben niet continu in de krant of iets dergelijks. Ik denk dat ik speltechnisch gezien wel bij de betere spelers hoor van Nederland, maar qua marketingwaarde op dat moment niet. En dat is natuurlijk wat voor een sponsor veel belangrijker is dan of ik een gebalanceerde 3-betting range heb vanuit de small blind op 50-50. Ja, daar schiet zij niets mee op. Dan schiet de mensen die zij willen dat er uiteindelijk naar de start worden gelokt door mij, schiet er ook niks mee op. Dus ik trek een doelgroep aan eigenlijk, of ik ben interessant voor een doelgroep die voor de sponsor veel minder interessant is. Dus moet je ook gewoon heel eerlijk zijn. Er zijn wel meer jonge spelers die een beetje studeren en die kunnen pokeren. Als je kijkt naar het main event, dan zitten ook gewoon allemaal jonge gasten van mijn leeftijd in die niet dom zijn en kunnen pokeren. Ja. Dan ben je niet de enige in. Dus het is logisch dat ze op een gegeven moment een keuze moeten maken. Ik vond het sowieso ook knap. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Vorige Master Classics. Toen waren we op een gegeven moment, zaten we met z'n allen op die hotelkamer, waar we geloof ik de verjaardag van Seymour of zo. Ja. En toen waren we bij elkaar, waren we aan het praten over allerlei dingen. En toen was je eigenlijk, op dat moment zat je nog gewoon in je deal, dan was je eigenlijk heel zelfkritisch. Zo van, ja maar hey, als er mensen uit moeten, dan ben ik misschien wel een van de eerste die eruit zou gaan. En dat vertelde je eigenlijk zo, terwijl je nog in het team zat. Dat vond ik zo opvallend. Ja, maar en goed, hè, want je weet, daar hou ik heel erg van. Maar ik ben gewoon heel realistisch daarin. Ik denk niet dat ik dan zelf... Ik zie mezelf niet als veel beter dan ik ben. Ik ben gewoon heel kritisch op mezelf. Ik kan heel boos zijn eigenlijk op mezelf als ik vind ik slecht speel. En ik kan ook heel kritisch zijn gewoon hoeveel waarde ik heb voor een bedrijf. Ik doe natuurlijk ook gewoon een bedrijfskundige studie. Ja. Ik probeer dat gewoon eigenlijk heel afstandelijk te kijken en dan gewoon van buitenaf van hoeveel waarde heb ik voor een bedrijf. En dan begrijp ik ook dat een Lex of een Marcel of een Fatima gewoon meer waarde heeft voor een bedrijf dan ik zelf. Ja, natuurlijk. Hey, laatste vraag eigenlijk. Je hebt een prachtig resultaat gehaald. Nou ja, goed, we hebben het al gehad. Best in Nederland dan toen. Geef ik voor. Ja. Maar je was er toch maar mooi. Na afloop, of de dag ervoor, dat je er dan uitging, toen zei je nog van, ik ga niks doen hoor, want ik ga gewoon rustig voorbereiden. Heb je nog ergens na afloop nog gevierd? Want daar heb ik helemaal niet gesproken. Ik ben lekker daarna uit eten. Ik kwam Paul Berende, kwam ik nog tegen. Ik ben met Paul Berende, Frank en Remco. Zijn we gewoon lekker uit eten gegaan. Heb ik getrakteerd op gewoon goede sushi. Dat was gewoon leuk, gezellig. S'avonds zijn we naar een film gegaan met een groep Belgen ook. En hebben daar nog even een potje gebold. En toen ben ik lekker geslapen. Ik was ook helemaal dood op. Dus nog een uurtje of twee, drie in mijn bed. Maar ik ben ook helemaal niet van. Ik hoef niet een fles champagne los te schieten of zo. Omdat ik net iets heb gecashed. Ik vind het gewoon leuk om met mensen die ik chill vind iets te doen wat ik leuk vind. En ik weet niet, ik heb dan niet de behoefte om ergens aan tafel te nemen en mijn geld in de lucht te gooien van joehoe, ik ben net 44 geworden in World Series. Ja. Zo zit ik niet in elkaar, dus dat heb ik ook niet gedaan. Rustig. Dankjewel.